In Dordrecht, tussen de Grote Kerk en de Oude Maas, bij de Nieuwe Haven, de Oude Binnenhaven is dit eigenlijk, daar ligt een oud patriciershuis gebouwd in het midden van de 18e eeuw. Een eeuw later, in 1863, werd het gekocht door Simon van Gijnen, rijke bankier met belangstelling voor kunst en kunstnijverheid. Na zijn overlijden in 1922 werd het een museum. Dit huis is zeker een bezoek waard. Het is ingericht met min of meer de meubelen die er oorspronkelijk al stonden. In de keuken, de eetkamer, de salon, de lerende zaal daarachter. En op de eerste verdieping de slaapkamers, de bibliotheek en het studievertrek. Overal glaswerk, porselein, beeldjes, serviesjes en ook wel kunst. Van Gijn had veel belangstelling voor historische taferelen en naast familieportretten zijn er ook veel doeken met typisch Dordtse taferelen. Naast de Rode Salon is dit misschien wel de mooiste ruimte, aan de voorkant uitkijkend op de Nieuwe Haven. De tapijtenzaal uit 1730, tapijten uit het Vlaamse Oudenaarde, toen de tijd na Brussel het centrum van de gobelin-industrie. En op de eerste verdieping de goudleerkamer, naar men zegt de enige kamer in Nederland die nog origineel goudleerbehang heeft. Voor jong en oud staat op de tweede en derde verdieping een bonte verzameling van het speelgoed van de familie Gijn en van nadere schenkingen. Poppenhuizen, houten en blikken speelgoed, een genoeg om hier rond te dwalen en te genieten ook van het kermistafereel met de zweefmolen met lichtjes.